Dennis en Connor, want jou heb ik hier vaak gezien, maar nog niet vaak gesproken. Maar ja, nu gaan we met de steppen naar buiten en dan ben jij graag van de partij, begreep ik. Het is heel leuk spul. Ja? Ja. Maar neem ons eens mee, want jullie hebben een hele grote voorraad, allerlei verschillende modellen. Ja. En we hebben er drie mee naar buiten genomen. En nou, dat is een hele kleine en de grootste staat hier gelijk voor me. Dat is ook waarschijnlijk een van de duurdere. Ja, dat klopt. Dit zijn de twee duurste die we hebben. Waaronder daaronder eigenlijk de Ninebot gaat vallen. Ninebot is een onderdeel van Segway. Segways kent u nog van de twee wielen en de balancerende sturen. Die ook vaak bij gidsen of van die toertochtjes en zo worden gebruikt in grote steden. Ja, de Randstad kan je bereiden. In Nederland ligt dat allemaal wat anders met stepjes. Dus vandaar dat we je even wat willen vertellen. We verkopen ze, maar we willen ook de uitleg geven wat wel en niet mag. Voordat we daar straks ook gedonder over krijgen. Dus misschien kunnen we daar gelijk over beginnen, want we staan hier op het eigen terrein van de Mediamarkt of van de Woonboulevard. Dus dit is niet de openbare weg. Wij mogen zo hier een stukje rijden. We gaan straks even een klein stukje rijden. Ja. Want het moet ook getest worden natuurlijk, dat hoort erbij. Want wat je verkoopt moet je ook testen. Helemaal mee eens. Maar als ik een step bij jullie koop, dan zeggen jullie er ook bij van je mag er dus niet zomaar mee op de openbare weg. Klopt. Eigen risico. Klopt. Ja, we hebben het ook bewust op de afdeling ook benoemd. Er staat op een A4 achter de stepjes van let op, deze zijn niet geschikt voor de openbare weg. Afgelopen maanden werden onwijs veel verkocht. Maar de meeste gaan toch naar een camping of bij iemand in zijn achterterrein. Ja. Je hebt een enkeling die zegt, ja, maar dat durf ik wel aan op straat. Dan durven wij ook te zeggen dat je er een boete voor kan krijgen. Ja. Dat je hem eventueel in het ergste geval ook, dat hij in beslag kan worden genomen. Ja, en we hebben daar die kleine, waar jij nu naast staat. Hoe hard kan die? Mijn hoofdgezag kan deze 25 km per uur. 25 km per uur. En hij houdt 65 km vol. Ja, op het grootste bereik van eigenlijk allemaal wat we verkopen. Vandaar dat we die ook hebben meegenomen. Voor het openbaar vervoer en naar je werk. Dan zou dit de meest ideale step zijn. Je kan de trein in en... Maar die kan je ook inklappen, maar ik zag, het viel mij dus ook op dat hij ook maar één remmetje heeft. Ja, maar hij is ook klopt. Makkelijk in te klappen. Een soort vouwfiets idee is dit. Ja. Dan ga je gewoon... En is het ook een beetje te tillen? Ja, het lukt met één hand. Oké. Ja, is wat zwaarder dan de meeste stepjes die hebben staan. Deze zijn nog zwaarder. Hij heeft ook gewoon verlichting, die brand, zie ik. Ja. Van de €400 ongeveer. €300. Heel mooie aanbieding voor €330. Ja, dan heb je al een luchtband of een honeycomb band, zoals het heet. Dus een rubberband met gaten erin. Dus dan heb je ook demping. Oké. Maar het valt mij sowieso ook op, nu je het hebt over de banden en de wielen. Die zijn echt bij alle drie heel verschillend. Dat zijn hele kleintjes. Klopt. Ja. En die waar jij bestaat, ja, dat doet me eigenlijk al veel meer denken aan een echte fiets. Ja, dit lijkt het meest op een fiets. Maar daarom rijdt hij ook heel comfortabel. Je hebt dikke luchtbanden. Eigenlijk elk oppervlakte strakje kan je het even testen over de bestrating of over het asfalt. En je zal merken dat je bij deze geen verschil merkt tussen de wegdek en tussen de bestrating. Dus het is gewoon echt een hele comfortabele step. Maar die in het midden staat, dat is toch wel het beest onder deze. Er zitten allerlei knoppen op en de speedknop en de dubbele accu. En die ziet er ook gewoon fancy uit. Absoluut. Ja, er zitten van die angel eyes eigenlijk op. Dus qua verlichting kan die je goed... Ja, prachtig. Goed in het zonnetje zetten. Er zitten sowieso remlichten op. Er zit een gashendel op. En twee remmen. Dus twee schijfremmen. Dus je staat vrij snel ook stil. Deze gaat 35 km per uur. Ja, nu wil ik dan toch wel eens graag zien. Jij bent zo enthousiast. Kan jij er eens even een stukje op wegrijden? Dan kan zien hoe hard dat wegrijdt. Dat kan ik zeker. Zonder te vallen, uiteraard. Ja, dat kan echt wel heel rap. Ja, nu staat hij op 1 keer 1600 watt en dan zie je eigenlijk al dat hij heel krachtig is. Het trekt gelijk naar 35 km door. Het advies is ook, stel dat je de dubbele motor toch koopt, om dan de schakelaar van de dubbele motor halverwege pas aan te zetten. Ja. Zet je hem direct aan, dan zal je zien dat hij gelijk gaat spinnen hier zo op het asfalt. Dus ja. Hij is echt overpowered. Nou, de verlichting is ook prima. Ik wou het net zeggen. Zo. Ik zie het lampje nog en ik ben al opgeraakt. We'll be right back.
Nou, ze gaan echt best wel hard. Vooral die ene, die Jan er binnen is. Zeker. Maar wat is nu bij jullie eigenlijk jullie eigen eindconclusie? Want jullie hebben zelf geen in bezit. Nee. Maar zouden jullie dat wel willen als dat mocht? Of, Zodra het legaal is. Ja? Eerst wat op mezelf op wat cap. Wat ja, het is ideaal. Kijk, we wonen hier in de buurt. Dus even snel naar het centrum, even snel ergens naartoe. Het is allemaal max, het staat zo 20 kilometer. Dus ja, het voelt wel heel snel vertrouwd aan, vind ik. Want bij de eerste schrik je even van zo, dat gaat hard. Maar ja, ze zijn toch wel goed te besturen, toch? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, het is wel prijs-kwaliteit verhouding. Als je een goedkopere pakt, zal je merken dat daar veel meer trilling in zit. En dit is gewoon heel comfortabel, lange afstanden. Nou, wat is de volgende dingen die we gaan doen? Want ik begreep ook dat je nog kuipstoeltjes hebt voor op die kleine dingen. Dan kun je ook nog een soort karten. Als we nou richting de feestdagen kijken, voor vloggen. En dan misschien dat je rijdend richting het vak kan. Ja, nou kijk. Help je op, komt helemaal goed. Mario Kart, en Mario Kart. Oh, daar ben ik ook dol op, ja. Oh, er komt ook nog een PlayStation 5. Weet je, we moeten eigenlijk gewoon blij zijn dat we een beetje thuis moeten werken, ook niet? Ja. Hey, heren, dank jullie wel voor je tijd en goedemiddag nog. Tot de volgende.